Hallo, ik ben Christel. Welkom op mijn kanaal Christel Blue. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en dat jullie lid zijn van mijn kanaal. Ik ga een mannelijke tweelingziel doen. Ik ga het live schudden. Ik heb wel de orakelkaarten hier liggen als aanvulling. Dus ja, geniet van mij mee, met mij mee van deze reading voor de mannelijke tweelingziel. Wat is er aan de hand? Ik heb mijn huiswerk al gemaakt. Ik heb heel veel kaarten al vertaald. Ik heb het getrokken. Kijk eens. Nou, dat is een hele mooie kaart. Dit zit er ook nog onder. Die staat aan elkaar geplakt. Nou, dat voelt u dus. Heel veel liefde. Daar beginnen we al mee. Nou. Ik ben blij dat jullie deze positieve kaarten mogen zien. Is te veel. Drie positieve kaarten per rij. Niet te geloven. Is te veel. Even een verklaring voor de aas van kelken. Verklaring voor de zon. Verklaring koning van zwaarden. Deze even terug, want die was al. Oké. Die. Nog eentje voor die twee. En dan de bodem van de dek. Kracht. Ja, hij gaat in zijn kracht komen. Deze mannelijke tweelingziel. Ja, wat ik hier zie. Ja, hij voelt heel veel liefde. Zijn hart stroomt over van de liefde voor de vrouwelijke tweelingziel. Deze mannelijke tweelingziel. Heel veel liefde. Hij ziet haar als een mooie, passionele vrouw. Een sterke, krachtige vrouw. Die niet alleen passie van liefde. Ook passie in de dingen wat ze doet. Zo ziet hij haar. Hij ziet haar ook als het zonnetje met de zonnebloem. En hij ziet ook als haar krachtig, want hij ziet de twee leeuwen. En ze gebruikt de intuïtie met de zwarte kat. Ja, hij wil dat zijn wensen uitkomen. Hij wil een gelukkig leven hebben. Dat wilt hij. Hij weet dat dingen nog in balans moeten gebracht worden door het universum ook. Die hem zal helpen om deze wens uit te laten komen. Maar ja, hij wil de zon laten schijnen. Hij wil gelukkig zijn. Hij wil echt gelukkig zijn. Hij is eigenlijk zat. Hij beseft ook wel, als hij deze cup niet aanneemt, dat de zon dan niet gaat schijnen voor hem. Hij beseft dat hij dan altijd in deze nare situatie moet blijven zitten. Waar hij niet gelukkig is. Waar zijn wensen niet uitkomen. Dat hij niet die liefde voelt die hij zou willen voelen. Dus hij beseft, ja, ik moet die cup wel aannemen om gelukkig te worden. Ja, de vrouwelijke tweelingziel, dus de koning van zwaarden, die heeft misschien de band verbroken met hem. En dat voelt hij, want kijk, hart en pijn. Die koning van zwaarden heeft gezegd, nou, ze heeft mijn grenzen gesteld. Ik hak deze situatie met jou door. Dat geeft heel veel hart en pijn voor hem. En het is de schildknaap van zwaarden. Ondertussen wil hij best de waarheid vertellen.
Maar er zijn nog wat donkere wolken aan de lucht. En ondertussen doet hij je ook bespioneren. Houdt hij in de gaten. Maar hij is druk aan het werk om zijn geld in orde te krijgen. Maar ook om die wolken uit de lucht te halen. Die hem nog hinderen. Ja, er gebeuren leugens en bedrog om hem heen ook. En hij zelf was ook niet eerlijk. Hij heeft ook niet eerlijk gehandeld tegenover zijn vrouwelijke tweelingziel. En heeft hij ook spijt van, volgens mij. Want, ja, maar er is ook leugens en bedrog om hem heen. En geheimen om hem heen. En dat, ja, dat komt hij waarschijnlijk ook wel achter. Hij gaat de cup van de liefde aanbieden aan zijn vrouwelijke tweelingziel. Hij stapt op zijn paard om deze cup aan te bieden aan zijn vrouwelijke tweelingziel, de koningin van Kelke. Dat is zijn partner. En dan hadden we dus de krachtkaart, hè? Die heb ik weer ondergedaan. Maar ja, hij gaat in zijn kracht komen, mannelijke tweelingziel. Dan hebben we hier kaarten. Ja, ze zeggen ook, jij moet voldoende slapen. Hij slaapt waarschijnlijk heel slecht. Dus als het kan, mannelijke tweelingziel, probeer wat slaap in te halen. Desnoods overdag. Dat je wat langer, misschien als je tussenmiddag even thuis bent, dat je eventjes een klein napje doet. En dat je misschien kan regelen met je baas of zo, dat je even wat rust neemt. Als je s'nachts slecht hebt geslapen. Dus misschien kan je het regelen, anders in de weekenden veel slaap inhalen. Ja, en stressbeheersing. Ja, de engelen helpen mee om zijn stress een beetje weer in orde te krijgen. Want hij is te gestrest op het ogenblik. Dus ook omdat hij natuurlijk weinig slaap krijgt van de stress. En ja, ze proberen hem een beetje te kalmeren, de engelen. Waarschijnlijk zorgt ze ook niet zo goed voor zichzelf op het ogenblik. Want zijn hoofd staat er niet naar. Hij heeft te veel stress. Dus hij moet beter voor zichzelf gaan zorgen. Ook met eten en alles. En hier hebben we dus Abundance. Die ga ik even lezen. Er staat hier dus. Er groeien steeds meer dingen in je leven. Blijf vooruit gaan. Soms kan het makkelijk zijn om afgeleid te worden door wat er om je heen gebeurt. Maar deze kaart geeft aan dat het belangrijk is niets je tegenhoudt om de overvloed in je leven te vergroten. Stap op en weet dat aan de behoeften zal worden voldaan. Dus stap op uit de situatie waar je in zit, wat je niet dient, mannelijke tweelingziel. Dan wordt er aan je behoeften wordt voldaan. Je leven escaleert en intensiveert op het best mogelijke manier voor je hoogste goed. Ja, het kan nog even een intense periode worden. Dingen gaan nog escaleren voor je. Maar het is allemaal voor je hoogste goed. Maar weet dat de dingen weer gaan groeien in je leven en dat er weer overvloed gaat komen. En laat je niet tegenhouden om de angst dat je misschien niks, geen geld hebt of dat er geen overvloed in je leven is. Want aan die behoefte wordt voldaan, zegt de universum. Er komt weer overvloed. Want er gaan ook wonderen gebeuren. Een beetje donkere kaart dit, maar goed. Wonderen zullen overvloedig zijn in je leven. Soms zullen ze in het begin niet duidelijk zijn. Nee, misschien zie je het niet. Toch zijn ze er. Ja, het ligt eigenlijk om de corner, dus om het hoekje. Dus je kan het niet zien nog. Maar en laat je verwachtingen los op welke manier deze gebeurtenissen in je leven verschijnen. Wees open, want als je gelooft is alles en nog wat mogelijk. Ja, blijf geloven in de wonderen die komen op je pad. Die overvloed die er komt. Het universum zorgt heus voor jou. Als je misschien je baan verliest of... Ja, dan komt er toch weer overvloed in je leven. En wonderen. Misschien dat je zo weer een andere baan vindt. Ja, misschien een veel mooier baan met veel meer voldoening. Maar in ieder geval, ga vooruit. Ik
kijken of ik daar nog een briefje van had. Ik geloof het wel. Ja, ga vooruit. Stel je open en ontvang de overvloed en vervulling en voorspoed. Die staan klaar in je leven. Dus blijf niet hangen op een bepaald niveau. Blijf doorlopen. Blijf doorgaan. Hou jezelf niet terug. Ga in richting van je dromen. Onderneem actie. Ja. En hier staat ook van... Ja, misschien kan je ook investeren in dingen. Maar ga in actie komen. Blijf niet stilstaan. Wees niet bang om deze actie te ondernemen. Want het leidt allemaal naar wonderen, naar overvloed. Wees niet zo bang. Engelen helpen je mee met die stress in je leven te, weg te nemen. Ze gaan ook je hartzeer helen. Ze gaan als het ware pleisters erop plakken. Dus wees niet bang. Hier staat ook de dood van het meisje. Dood van het meisje. Kijk, dat skelet heeft de hand op dat meisje. Dus misschien moeilijk te zien. Maar dat meisje is heel bang. Want de mannelijke tweelingziel, die weet dat er iets gaat gebeuren. Dat voelt hij. Hebt hij droom over gehad waarschijnlijk. Hij voelt dat er een einde komt aan dingen. En dat maakt hem heel bang. Kijk maar hoe angstig ze is, dat meisje. Als die skelet haar vasthoudt. Die ga ik even lezen. Er staat dus in het boekje, op dit moment is het evenwicht zoek in de relatie tussen jou en iemand anders. Misschien ben je net als het meisje dat je bang bent. Dan heb je geen verweer tegen iemand die uitput en steeds zegt hij dat hij van je houdt. Dat kan natuurlijk ook een werksituatie zijn. Dat iemand je uitput die de baas speelt over je. Er is helemaal geen evenwicht meer in die relatie tussen jou en die persoon of met je familie. En dat heeft een heel uitputtend effect op je. Je kunt worden meegetrokken in een dramatische relatie vol ups en downs. Maar je ontdekt nu dat dit heel vermoeiend is en dat het je uitput en dat respect ontbreekt. Het is tijd dat je in deze relatie naar waarde gaat schatten. En stappen gaat ondernemen om je veiliger te voelen, meer beschermd en meer gerespecteerd. Probeer niet de dood te overtuigen van zijn problemen. Dan worden ze alleen maar groter, komen harder aan en hij overtuigt jou dat jij een probleem hebt, niet hij. Je kunt bang zijn voor wat er gaat gebeuren als hij je verlaat, omdat hij boosachtig en wraakzuchtig is. Maar de vrijheid is de moeite, de proefneming van de scheiding waard. Stel jezelf de vraag of deze relatie wel goed voor je is. Als het antwoord nee is, dan moet je de stap nemen en weggaan. Ja, en ook al doet het hartzeer, de engelen gaan dit helen voor je. Plakken pleisters op voor je gewonde hart. Wees niet bang dat je het niet aan kunt. Ze halen de angst weg, de stress weg en ook je hartzeer weg. Want ja, waarschijnlijk is iemand gaat over je grenzen heen. Is heel erg dominant. En dit is tevens de doodkaart. Ja, er komt een einde aan dingen. En er komt een nieuw begin. Stap op uit die situatie. Want er komt een heldere oplossing. Ook al zie je hem misschien niet. Maar het is eigenlijk om de hoek. Dat kan je wel zeggen. Je gaat het licht zien. Je ziet het licht in de duisternis. Er komt echt een oplossing voor je. En ja, dan kan de overvloed en wonderen in je leven binnenkomen. Als je maar voor blijft gaan, op de weg die je moet gaan, naar het licht, daar ligt je pad, die weg moet je gaan. Ja, dan kan je naar je vrijheid zweven. Naar je vrijheid, nieuw begin.
een vrij nieuw begin. Neem die sprong. En dit is aartsengel Michael. En die zegt tegen jou. Kijk, dit is, hij heeft een soort fakkel in zijn hand. Hij kan dingen doorslaan. Hij kan ook met zijn zwaard dingen doorslaan. En je helpen. Hier staat, aartsengel Michael wil graag met je samenwerken. Aan je goddelijke missie. Hij helpt iedereen die erom vraagt. Vooral als je een levensdoel hebt om de aarde te helpen. Aartsengel Michael herinnert aan je rol aan op de aarde. Dus ja, hij wil zeggen van ja, je hebt hier een levensdoel om de aarde te helpen. Misschien ben je het vergeten, maar je hebt wel toegestemd toen. En dan wil hij je eraan herinneren dat je hier een taak hebt. Hij helpt je angst los te laten en een gezond niveau van zelfvertrouwen te hebben. Roep hem aan als je bang bent. Weet dat onmiddellijk wordt beschermd door hem, door de genade van de hemel. Richt je op je doel in plaats van de angst. En wees gerust dat hij je naar de hoogste potentieel zal leiden. Wanneer je alleen maar bang of kwetsbaar voelt, sta dan toe dat de kracht van deze prachtige engel je een gevoel van bescherming geeft. Ja, mocht je kwetsbaar en angstig voelen in deze situatie, mannelijke tweelingziel, deze engel kan je de kracht geven. Roep hem aan voor de bescherming en de kracht als je zelf eigenlijk een beetje bang en kwetsbaar voelt. Kan hij je helpen om de vrijheid tegemoet te springen. En daardoor ook die overvloed weer te krijgen en de wonderen weer toe te laten in je leven. Goed, laten we kijken met de blokjes nog als laatst. En even letters. We hebben hier letter W. De V. Griekse I. De E. De F. Nou, hij wil je kussen, de mannelijke tweelingziel. En hij wil sorry zeggen. Ja, hij is veel meer in zijn intuïtie. Ja, er komt een verandering. A change. Hij gaat een beslissing maken, dat is verandering. Hij gaat een beslissing maken. Ja, hij voelt heel veel liefde. Daar kan hij echt niet omheen hoor, deze kaart. Want hij heeft pijn. Ja, die mesteken. Zeg, verdriet hè, hartepijn. En heb ook spijt van zijn acties. Ja, hij mis je. Missing. Hij wil een nieuwe start. Ja, hij wil op zijn paard naar je toe. Een nieuwe start. Zodat de zon weer kan schijnen in zijn leven. Zijn wensen uitkomen. En een hele liefdevol, overvloedige liefde. Die helemaal overstroomt met zijn vrouwelijke tweelingziel. Dit wil hij. Dit gaat er gebeuren. Hij beseft wel dat hij cup niet altijd kan weigeren van het universum. Dat hij dan niet gelukkig gaat worden. Dat beseft hij heel goed. Dus ja, hij moet nog wel in vertrouwen. En als hij angstig is en kwetsbaar is. Want dat is hij waarschijnlijk op het ogenblik. Ja, vraag hulp van aartsengel Michael. En geloof vooral, blijf gewoon doorlopen. Op je pad, op je levenspad. Want er komt een heldere oplossing. Laat niemand over je grenzen heen gaan, mannelijke tweelingziel. Laat niemand je domineren. En je hart is hier. Word geheeld. Zo plak er een pleister op. Zorg ook goed voor jezelf. En slaap goed. En hou je stress in de gaten. Vraag om hulp om de stress wat weg te nemen in je leven. Aan je aartsengel Michael. Of andere engelen. Raphaël is ook voor de heling. Dus dit was mijn reading. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!